Dit is smeltwater. Water komt van het dak. En dat komt van de sneeuw. En de sneeuw smelt. En dat wordt water. De sneeuw die op het dak ligt, wordt water. De sneeuw is al 3 weken aan het smelten. Dit is mijn terras. En zoveel sneeuw ligt er nu nog. Deze stoel die zat helemaal onder de sneeuw, tot vandaag eigenlijk. Nu is die helemaal sneeuwvrij. Dat betekent dat er geen sneeuw op ligt. Maar zoveel sneeuw ligt er nog op mijn terras. Je ziet de bodem van het terras op sommige plekken al. Dit is de andere kant van mijn terras. De zon schijnt. Deze kant is in de schaduw. De schaduw. Je hebt de zon en je hebt de schaduw. Daar is schaduw en daar is zon. Daar schijnt de zon. De schaduw en de zon. Dat is een stoel en dat is een schop. Een schop. Daar schep ik sneeuw mee. En dit is mijn uitzicht. Misschien denk je nu wel, amai, daar ligt veel sneeuw. Maar 2 weken geleden, 3 weken geleden, lag de sneeuw zo hoog. En nu is het al veel minder. Het is 20 maart 2020. En de sneeuw smelt. Het is warm buiten. Ik sta buiten zonder jas, zonder muts, zonder handschoenen, met blote armen, met korte mouwen dus. En het is warm. En dat is heel mooi als de zon schijnt op de sneeuw en het is warm. En toch ligt er nog al deze sneeuw. Maar elke dag wordt het een beetje minder, want elke dag smelt de sneeuw. En na de winter komt de lente en na de lente komt de zomer. Dan is er geen sneeuw, dan is het heel warm en dan schijnt de zon bijna elke dag. Bedankt voor het kijken. En tot in mijn volgende video.